Dit is de werkplaats van het Gilde. En vanmorgen zijn we bezig geweest met een workshop kerstboom maken. En de kerstboom die we hier zien, die heb jij gemaakt? Die heb ik met behulp van de vrijwilligers gemaakt, ja. Dat ziet er leuk uit. Ben je er lang mee bezig geweest? Valt mee, denk ik. Iets van een uur of twee. Met hoeveel man zijn jullie hier? Maximaal 10 mensen die een kerstboom maken en dan lopen er een stuk of 5-6 vrijwilligers bij om ons verder te helpen. Vrijwilligers die hebben al heel veel dingen voorbereid, dus we zetten hem in elkaar en je moet schroeven en dat soort dingen. Maar we hoeven niet meer alles op maat te zagen en in de precieze vorm en zo. Dat verstek dat zit er allemaal al in. Ik doe hier de workshop, altijd een beetje regelen. En ik ga hier ook met Repair Café, doe ik ook wel meer. En dat is mijn bezigheid hier raak een beetje. We zijn begonnen in het begin met paasei hebben we gemaakt. En insectenhotel hebben we gemaakt. En fotolijstjes, dus 3 van die kleine lijstjes zijn dat. En die kunnen ze op, met zo'n knippertje, dan kunnen ze de foto inhangen. En dan nou deze weer. Nou, en dan van het voorjaar, dan moeten we even weer uitdenken wat we willen. Dus, dit keer waren de vrouwen bij de workshop, waren ook 2 of 3 mannen bij. En de volgende, 6 december, is het ook...